Ik ben gewoon Henk en Henk haat verliezen. En ik gun ook die anderen het gewoon niet. Ik gun mezelf het meer. Met zijn rechterknie zwaar ingetaped veegt hij in de halve finale de Oekraïner Artem Bloschenko onderuit. En weer Ippon. Grol knokt zich naar de finale van het WK. Grol begint spectaculair aan het toernooi. Binnen 15 seconden maakt hij zijn eerste Ippon. Henk Grol is een judoka van wereldformaat. In zijn gewichtsklasse, tot 100 kilogram, voert hij de wereldranglijst aan. En in belangrijke wedstrijden wint hij vrijwel altijd zilver en brons. Maar goud, dat wil maar steeds niet lukken. We ontmoeten hem op sportcentrum Papendal bij Arnhem, waar hij traint met de nationale selectie. Henk, laat eens je oren eens zien. Nou, mijn oren zijn nog helemaal prima. Ja, opvallend. Klein, maar fijn. Want judoka's hebben meestal bloemkooloren, toch? Klopt. Maar het is ook wel aanleg. Je moet er wel een beetje aanleg voor hebben. En dat heb ik niet. En ze zijn klein, maar mijn kraakbeen is vrij zacht. Ik denk dat het wel meewerkt aan dat ik geen bloemkooloren heb. Gelukkig maar. Ja, heel gelukkig. Want ik word er al niet mooier op door al het judo. En laat staan dat ik ook nog bloemkooloren zou hebben. En laat je handen eens zien. Ja, mijn handen. Ja, het valt mee. Alleen ik heb een duim die vorig jaar gebroken is geweest. Waarschijnlijk al daarvoor ook al een keer iets eerder is gebeurd. Ja, die ziet er wel lelijk uit. Ja, maar vingers, zijn dit echte judo-handen? Nou, het zijn grote handen, denk ik. En, ja, met hier en daar knokbobbels en uitstulpingen. Ja, het valt nog mee hoor. Er zijn mensen die dat veel erger hebben. Ik heb er niet zoveel aandacht voor. Henk Grol wordt 28 jaar geleden geboren in Veendam. Hij heeft een oudere en een jongere zus. Als jochie van 5 neemt een buurjongen hem mee naar de plaatselijke judovereniging. Ik weet nog als de dag van vandaag bij Paul Siedman, die hele grote man van 2 meter, en die kwam naar me toe en keek zo naar boven en zei, dus jij gaat judo? Ja, maar dat was het begin. En vond je het meteen ook leuk? Ja, ik kan me niet zo goed herinneren, ik denk het wel. Ik was wel goed, ik had veel energie, ik kon niet stilzitten. Ik had altijd wel praatjes en altijd wel reuring als ik er was. Judo blijkt een perfecte uitlaatklep voor de drukke Henk. In het begin is het vooral hobby. Maar in de loop der jaren wordt winnen steeds belangrijker. Ik ben nooit gepusht. Nooit. Maar ik ben al extreem, denk ik van 11, 12 jaar al extreem bezig met winnen. Dat klinkt misschien gek, maar ja, op kerstavond was ik al, weet je wel, mijn vader dan vaak weet ik wel, een gezellig fonduutje of zoiets. Dan vond ik het nodig om een half uur van tevoren te gaan hardlopen en expres te laten terug te komen. Omdat ik het vervelend vond dat er geen training was. Ja, mijn ouders hebben altijd gezegd, nou, als jij dat wil, doe je prima, doe je dat. Dus daar was ik ook niet in te remmen. Als Henk op zijn 16e de nationale titel pakt, beseft hij dat hij te groot wordt voor Groningen. Heb jij ook de neiging om straks misschien naar het midden van het land te gaan? Ja, misschien wel, ja. Er zijn wel plannen ervoor, ja. Veendam verlaten? Ja, helaas. Kort daarna verhuist Henk naar Haarlem, waar hij nog steeds woont. Inmiddels samen met zijn vriendin Joyce. Je moest het hebben van wilskracht, maar heb je ook talent voor judo? Ja, ik heb zeker talent, dan zou ik niet zoveel medailles winnen, maar... Ik ben wel hier gekomen door gewoon heel hard te trainen en heel veel te doen. Ik ben niet een motorisch wonder. Ik ben geen fysiek wonder. Maar ik heb wel een talent voor dat ik zeg maar, ik geef nooit op. Dat is wel iets wat ik mee heb gekregen van vroeger. Dat zit wel echt in me. En ik doe gewoon mijn huiswerk gewoon 365 dagen per jaar. En daarom ben ik zo goed geworden. En wat zou dan een ideale fysieke bouw zijn voor judo? Nou, dat is afhankelijk van het gewicht. Maar ik was ook natuurlijk... Ik had wel graag zwaar gewicht willen zijn. Daar ben ik eigenlijk wel iets te klein voor. Ja, dat heeft toch gezien, ook de geschiedenis, is toch wel het zwaargewicht heeft het meeste aanzien. Geesink, Ruska, Dennis van de Geest. Ja, dat vinden mensen toch mooi. Grote kerels die elkaar te lijf gaan. Ja, dat is toch wel iets, er zit wel iets extra's in. Ik wil ook misschien nog wel een keer gaan proberen om daar mee te doen in het zwaargewicht. Maar voorlopig moet ik eerst maar eens iets gaan winnen in mijn eigen categorie. Dus daar ben ik nog naar op zoek. Niet voor niets wordt Henk wel eens de Joop Zoetemelk van het judo genoemd. Op de laatste 3 EK's en WK's en op 2 Olympische Spelen laat hij het goud liggen. Elke nederlaag heeft zijn eigen reden. En, ik heb ook finales gewoon verloren omdat ik dom deed. Maar ik heb ook finales verloren omdat mijn lichaam niet helemaal oké was. En dat dus is geen excuus, niet een soort maar, rode draad? Nou, we hebben daar wel naar gekeken met mensen. Management zei van, nou, hoe kan dat nou? Dat je, nou, laten we gewoon 5 mensen bellen en gaan zeggen van, hoe kan dat? Hoe verliest hij?
En we kwamen eigenlijk achter van ja, het is telkens iets anders geweest. Niet dat er iets in de weg zit wat uit de weg zou moeten, waardoor ik zeker zou winnen. Het is gewoon, laatst sprak ik met Charles van Kommelé, oude chef de mission, die zei tegen mij, je moet helemaal niks veranderen. Er is nooit iemand in het judo geweest die zoveel finales heeft gehaald en je gaat vanzelf winnen. En waarschijnlijk als je één keer wint, volgen er een aantal achter elkaar. En daar geloof ik in. Dus het zit niet tussen de oren? Nee, daar geloof ik totaal niet in. Nee, het is ook een beetje een kwestie van pech geweest. Ik kan alles wel benoemen, maar... Pech? Pech met blessures, pech met verkeerde beslissingen nemen. Pech met net een straf krijgen van de scheidsrechter. Wil je denken van ja, moet dat nou? Weet je wel, in Japan. Laatste keer in de kwartfinale breek mijn pols. Ja, dan ga ik niet voor die camera staan. Nee, ik heb die finale verloren met mijn pols gebroken. Nee, dan zeg ik, ja, ik heb verloren. Ja, en dan zeggen mensen, ja, hij verliest weer een finale. Maar ja, ik ga niet zielig lopen doen voor een camera. Dat ik 2 injecties in mijn pols heb genomen voor die finale. En gezegd, ja, ik kon eigenlijk niet meer. Dat ging nog wel, maar ik had er wel last van. Dat is niet exact de reden dat ik nu die finale verloren heb. Maar het draagt wel bij dat ik niet helemaal volledig vrij was. Maar de druk wordt natuurlijk steeds groter. Ja, maar de druk is altijd groot. Iedere finale is een finale. Iedereen heeft druk. Nou, dat denk ik niet zozeer dat het is. De druk is zeker voor Olympische Spelen heel groot, maar dat is voor iedereen. Iedereen weet nooit hoeveel kansen die je nog gaat krijgen op een Olympische gouden medaille. En als je hem krijgt, moet je hem eigenlijk nemen. En dat heb ik niet gedaan. Ik had eigenlijk Olympisch kampioen moeten zijn. En zeker 1 of 2 keer wereldkampioen. Maar ja, ik kan er niks aan veranderen. Dat is natuurlijk ook wat mij pijn doet. Waar ik ook iedere dag nog mee zit. Dat is wel frustratie. Maar frustratie ja, elke dag denk je daar nog aan? Ja, ik word er wel heel vaak aan herinnerd, ja. Ja, als je 3 WK-finales verliest. 3 EK-finales verliest. 2 keer in hun spelen halve finale heel dik voorstaan in 2008. Maar dat doet wel pijn hoor. Ondanks wat er ook is gebeurd. Ja, dan denk je, ja, het kan toch niet zo zijn dat het elke keer met de andere kant op zult. En ik ben echt niet geblokkeerd in die finale mentaal, helemaal niks. Maar dat, sommige dingen lopen zo. En dat is zo gelopen. En dat is natuurlijk mijn grote frustratie geweest. Want ja, het is geen Nederlandse judoka die zoveel heeft gewonnen. Nooit achter elkaar. Dus, maar dat gaat het niet om, het gaat om die gouden. Dus dat is heel eerlijk. Maar daar train ik iedere dag nog keihard voor om die te gaan halen. En het is Ippon voor Maxim Rakov. En het is gedaan met Henk Grol. Tijd is voorbij. Anai is de wereldkampioen. En weer is Grol tweede. Moet ik ervoor zeggen? De Europese titel gaat dus naar België en Grol is weer geblesseerd. Weer laat zijn lichaam hem in de steek. Ik voel me gewoon kloten en ik heb totaal geen euforie gevoel langs ik een zilveren medaille bij de WK heb gewonnen. Ik ben gewoon, ik ben er gewoon stil van. Ik weet niet wat ik erop moet zeggen. Kijk je vaak die beelden terug van die verloren wedstrijden? Ja, daar kan ik niet naar kijken. Kan je niet naar kijken? Nou, sterker nog, ik heb voor de spelen en halve finale toen ik hem verloor, voor straf 6 maanden iedere dag teruggekeken. Oh, dat leg je jezelf dan ja, op? Ja, ik vond dat dat nooit meer mocht gebeuren. Maar goed, misschien er niet meer op na zoveel van die halve finales om die allemaal terug te gaan kijken. Nee, maar ik word daar dat ga ik er gewoon onderdoor. Ik moet het niet meer doen. Ik moet gewoon het positieve nu benaderen. En nu genieten van de laatste paar jaren van mijn carrière. En niet alleen maar negatief terugkijken. Dat heeft gewoon geen zin. Nee. Iedereen kent ook die beelden dan bij de medailleuitreiking. Dan sta je daar dan ben ik, als ik een boer met kiespijn. Ik ben de slechtste verliezer die je me kunt bedenken. Ja? Ja, ik ben absoluut niet sportief. Ik haat verliezen. Ik kan er gewoon slecht mee omgaan. Dus ja, ik denk dat het ook een goede eigenschap is. Maar goed, mensen zeggen het boeit me niet veel wat andere mensen van denken. Ik ben gewoon Henk en Henk haat verliezen. En ik gun ook die anderen het gewoon niet. Ik gun mezelf niet meer. En hoe pep je jezelf dan weer op na zo'n verlies? Praat je erover met mensen? Ja, pep me op, gewoon de volgende dag ga ik gewoon keihard trainen. En die is dezelfde avond nog. Dat is mijn weg, mijn manier om het kwijt te raken. Ja? Ja. En niet door erover te spreken? Nee, niet zozeer. Met je vriendin trainen. Joyce bijvoorbeeld? Misschien soms wel een beetje. Maar die zegt ook gewoon, hoe kan je nou verliezen? Oh, echt waar? Ja. Het stikt van de vis. Het is helemaal zwart op het scherm. Zo, pa. Om zijn gedachten te verzetten gaat Henk graag vissen. Het liefst met zijn vader, net als vroeger. Valt mij. Een kilootje of 10. Zoiets.
En we hebben het hier fantastisch hoor. Zonnetje erbij, iedere minuut een vis. Dat zijn ook geen kleine visjes die je daar aan de haak slaat. Nee, maar dat is natuurlijk mens eigen. Ik wil graag grote beesten vangen. Ja, wat is de grootste die je ooit gevangen hebt? Nou, ik had er meer van gevangen, ik denk van 75 kilo. Dus dat was wel de grootste. Dat was wel leuk. En geeft dat ook voldoening? Net zoiets als een medaille of zo? Nou, dat ik mijn vis heb, is als ik dan s'avonds thuis kom, dat ik helemaal mijn hoofd helemaal leeg is. Dat ik dan heerlijk slaap en lekker ontspannen ben. En op zich gaat het niet eens zozeer om of hij heel groot is wat ik vang. Maar het is meer dat ik ermee bezig ben, dat het me afleidt van mijn dagelijkse bestaan als judoka. Dat het even los van het winnen en bezig zijn met die frustratie die ik in me heb voor alle wedstrijden van het verleden. Dat ik dan gewoon lekker bezig kan zijn met niks. En eigenlijk ben ik met niks bezig. En of die vis dan groot of klein is, ja, tuurlijk wil je de grootste vangen. Maar maakt het eigenlijk niet zoveel uit. Vooral niks aan de vreugde. Nee. Je moet gewoon vaker gaan vissen volgens mij. Ja, maar in Nederland vind ik het niet zo leuk. Hij zit wat gevoeliger door de kracht mee. Hoe is het nu met je pols? Nou, het gaat goed, maar ik heb nog wel wat last van. Hij is nog een beetje zwak. En ja, is nog steeds van het WK. Toen hij zeg maar gebroken was en de pees gescheurd. En wanneer moet het helemaal over zijn? Ja, zo snel mogelijk. Maar waarschijnlijk blijft het nog wel een aantal maanden vervelend. Het probleem is dat hij eigenlijk gewoon hier dood. Hij zou rust moeten nemen. Nou ja, dat is niet handig natuurlijk. Maar in principe bij iedere blessure ja, is het enige wat ervoor zorgt dat het overgaat, is rust. Maar ja, het zijn topsporters, dus die willen dat niet horen. We hebben geen tijd voor rust. Nee. Op Papendal komt de nationale selectie 4 keer per jaar samen voor een trainingsweekend. Ook zusje Carla Grol hoort daarbij. Henk is na zijn laatste blessure gedreven om weer in vorm te komen. De frustratie voor mij is zeer groot en de mensen om me heen merken dat. Ja. Ah, die zullen dan nog harder en nog meer trainen. Dus daar zit er helemaal geen remmer op, maar dat is levensgevaarlijk. Ik heb al, dat is ook de reden waarom ik met die zware blessures nog ben gaan judoën. Omdat ik gewoon niet dat wrok heb van dat ik niet die finale heb kunnen winnen. Dus daarom geef ik ook niet op. Gaat je lichaam niet helemaal de vernieling in als je op deze manier ermee omgaat? Ja, dat kan. Maar als het over is, is het over. Hoe bedoel je? Nou ja, als, net zoals ik het zeg. Ik neem het risico en als het klaar is, is het klaar. Als het niet meer kan, jij bepaalt zelf hoe ver je die grens in de keer verlegt. De orthopeed die geeft wel aan dat het niet slim is. Maar goed, ik vraag of het nog heel erg meer stuk kan. Zegt hij, maar valt al mee. Je kunt hier in Nederland maar moeilijk trainingsmaten vinden. Hoe komt dat? Ja, omdat het gewoon... Ten eerste ja, waarschijnlijk niet genoeg talent en waarschijnlijk ook niet genoeg ambitie. Dus dat is, ze hebben niet een aantal uren ingestoken wat ze hadden moeten doen. Dat is wel, en wat ze in Rusland, en Mongolië, en Korea en Brazilië overal wel doen, dat zijn de willende jongens in Nederland niet. Hoe komt dat, denk je? Nou, dat is gewoon cultuur. Wij komen gewoon te makkelijk aan dingen in Nederland. Alles is verzorgd. Werkt niet met jullie als een vechtsport. Dat moet in je zitten en dan moet je iedere dag verstrijden. En jongens in Georgië hebben maar één uitweg. Dus of een judo kampioen worden of een flatje 13 hoog blijven wonen. Met z'n tienen. Ja, die strijden zich wel omhoog dan. Maar ja, dan blijft de vraag waarom jij er zo hard voor vecht. Ja, dat is... Want jij komt niet op een flatje 10 hoog nee, als je dit ik niet Nee, ik ben eigenlijk een Vietnamse jongen. Dat is heel eerlijk. Dus ik heb het al vanaf ik jong ben. Ik weet niet waar ik vandaan kom. Die ultieme motivatie, dat gaat nergens over. Dus, op vakantie kan ik zelfs niet zonder trainen. Dus alleen maar bezig met dat ene doel. Dat is gewoon om gek van te worden. Dus ja, dat zit in mij. Waar dat vandaan komt is totaal onduidelijk. Ik ken ook niemand in mijn familie die dat zo erg heeft. Nee. Waarom doe je het? Nou, ik ben nu nog bezig voor één ding. Dat is die Olympische gouden. Die wil ik. Ja. Dat is het ultieme doel. En daar doe ik alles voor. En het klinkt misschien raar voor die ene medaille, maar het zou voor mij de ultieme kroon zijn in mijn carrière. Dan zou ik alle finales zijn vergeten. Als ik die ene Olympische gouden mag winnen, een wereldtitel vind ik niet genoeg, ik wil de Olympische gouden.